Hoe, ik had dat hier toch ingestoken? Oh, maar ik ben nergens aan geweest. Oh, godverdomme, hoe is dat nu mogelijk? Natuurlijk. Luc is je vader niet, hè? Het is de Frank, hè? Frank, mijn vader. Allee, kom aan. Dat geloofde nu toch zelf niet. Ik trek conclusies. Logische conclusies. Logisch, logisch. Het is allemaal niet zo logisch als je denkt. Het is niet logisch dat jij ineens zo begaan bent met uw onkel. Mijn onkel is toch ook familie? Oh. En als ik dat niet geloof, zullen we wel iets anders wel eens maken. Hè? Robbe, de Frank is mijn vader niet. Ik geloof u niet. Ja, jongens, dat is dan uw probleem. Konijn, ik dacht dat de relatie gebaseerd was op wederzijds respect en vertrouwen. Robbe. Oké, ja, Frank is mijn vader nu goed. Waarom doe er nu in godsnaam zo geheimzinnig over, zeg? Ik kan hem niet hebben. Madame Ingrid, ik bel de politie, dat is niet normaal. Maar Felicien, jij loopt veel te hard van stapel. Dat geld, dat zal toch wel ergens anders liggen? Moet u daarom zo roepen? Ik wil alleen maar helpen. Ah, ja, dat is goed. Help dan, zoeken. Harry, niet zeveren. Dat geld zat hierin. Madame Ingrid... Ja, Felicien, is goed, is goed. Zijn jij daar 100% zeker van? Ja, natuurlijk. Dat geld kan toch zomaar niet zijn gaan lopen, hè? Fantastisch. Felicien, proficiat, dat ik daar nog niet aan gedacht heb. Allee, kom, zoek. Dat is bij me nu van spreken, hè. Harry, dat heeft geen zin. Ik weet 100% zeker dat ik dat geld er heb ingestoken. Ingrid, ik wil niet vervelend doen, maar dat is niet al te snugger, hè. Wat blieft? Dat niet al te snugger is. Al dat geld hier in huis laten rondslingeren. Jij bent wel de laatste die mij de les moet spelen als het over geld gaat. Ja, maar ik vind wel dat hij gelijk heeft. De deur staat hier altijd maar vierkant open. Iedereen kan zomaar binnen en buiten lopen. Voel mij daar ook zo niet mee op mijn gemak. Felicien, alstublieft. Nu zal het nog mijn schuld zijn, zeker. Maar wacht eens. Was hier dan net niet zo raar manneke? Raar manneke? Harry? Nee, niet meneer Harry. Zo jong vind ik. Pieter Jan, jammer. Die heeft er niks mee te maken. Hè? Wat deed Pieter Jan hier? Ja, en de Luc die dacht dat ons mama met de Mark was. Die is simpele van de bakker, toch niet? Ah. De Luc zag ons mama ook niet zoveel. Hè? Waarom? Dat ze bij Luc thuis ons mama liever zagen gaan dan komen, zeker. Waarom dat? Oh, zeg, Robbe, dat weet ik toch niet. Ik was hier nog niet geboren, ze, hè, omdat... ze hadden liever een chique madame gehad, zeker. Ja, maar waarom? Was je moeder dan niet chique? Ja, dat weet ik toch niet. Allee, de Luc is toen naar Amerika vertrokken. En ons mama heeft zich laten troosten door onkel Frank. Daar zei jij het resultaat van. En waarom heeft ze dan nooit niets gezegd tegen Frank? Ja, zeg, waarom? Dat weet ik toch niet. Ze wou het wel zeggen tegen Jenny, maar die was toen al met Frank en ons allemaal wou daar niet tussen komen. Heb je nog iets? Ja, moeder heeft ook niet stilgezeten in haar jeugd. Hè. Hoe bedoelde dat? Gewoon, dat ze nogal rap getroost was door die Frank. Als jij hier gekomen bent om mijn moeder te veroordelen, dan kun jij nu gaan. Zo bedoel ik je dat niet. Ah nee, hoe dan wel?
ik vind toch dat de Frank dat moet weten. Pas op, hè. Daar kan uw moeder niet van onderuit. Robbe, niet opnieuw beginnen, hè, jong. Maar en de Luc dan? Je kunt die toch niet zomaar in de waan laten dat hij de vader is, zeg. Nee. Dat geloof ik niet. Pieter Jan heeft dat geld niet gestolen. Toen ik die jongen zag, had ik daar geen goed oog in. Felicien, mond dicht. Ik heb uw mening niet gevraagd. Heb jij die geld geleend? Nee. Dat zou ik niet durven, naar alles wat dat... Ik heb liever aan Bras mij, heel de rest van de wereld aan met u, hè. Of je durft het mij niet te zeggen. Ik zweer op het hoofd van Felicien dat ik hem geen geld heb geleend. Ik zou toch liever hebben dat u dat op iemand anders zou noemen. Zeg maar, dat horloge op school, werd dat niet gestolen door Pieter Jan? Ziet u het wel? Ik heb nog zo tegen meneer Harry gezegd. Die ziet er onbetrouwbaar uit, hè. Felicien, ik heb uw mening niet gevraagd. En wel? Ja, dat horloge op school dat is gestolen door Pieter Jan. Maar dat wil ik nog helemaal niet zeggen. Harry, hoe kun je toch zo naïef zijn? Kalm, hè, kalm. Ja, kalm. Kalm zal ons kot liggen waar je bij staat. Niet overdrijven, hè. Niet overdrijven. Voor mij is de maat vol. Ik bel de politie. Maar nee, Felicien, blijf van die noorden af. Kom, geef je telefoon hier. Maar nee, laat mij eerst met Pieter Jan praten. Maar er valt toch niet mee te praten? Geef je telefoon hier. Maar dat kunnen die jongen niet aandoen. Heel die familie zit op zwart zaad. Als die kerel... Ik zeg, als die kerel dat gedaan heeft, dan wil ik eerst met hem praten. Dan los ik dat wel op. Op mijn manier. Schattig. Besefte jij wel wat je mee bezig bent? Robbe, het is mijn leven. Moeit er u niet mee? Je kunt je Luc niet aan het lijntje houden. Wat is me dan nu, zeg? Dat doe ik toch niet? Jij misschien niet, maar uw moeder wel. Robbe, het is gewoon genoeg geweest. Hoe langer dat je ermee wacht, hoe moeilijker... Ja, ik weet wel wat je bedoelt. Ah, wel dan? Het is alleen allemaal niet zo simpel. Je maakt het alleen maar erger, hè. Robbe, als je mij niet wilt begrijpen, dan kun je beter aftrappen. Jij hebt hier niks, maar dan ook niks mee te maken. En als je het aan iemand durft vertellen, dan... Capiche? Ah, de toekomstige schoonzoon. Oei, oei. Trouble in paradise? Dat is nog licht uitgedrukt. Ja, jong. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk en die van de vrouwen zijn onvindbaar. Peggy is niet van de gemakkelijkste, zeker. Inderdaad. En haar moeder evenmin. Ah, daar zit het probleem. Bij Rosa. Dat ook, ja. Ja, zo moeder, zo dochter. Rosa is zeker niet van de gemakkelijkste. Zeg dat wel. Vrouwen kunnen zo koppig zijn, man. Je moet haar wat tijd geven om je te aanvaarden. Koop daar eens een bosje bloem. U heeft ze precies al goed aanvaard, hè? We kennen elkaar ook al een tijdje. Ja. Dus, je kent elkaar redelijk goed. Waarom misschien? Zou je willen dat ik eens met haar klap? Nee, dat bedoel ik niet. Ja, wat dan wel? Ik weet het niet. Je zegt dat je elkaar goed kent. We hebben elkaar heel lang niet gezien. En Rosa moet gewoon wat tijd krijgen. Ik versta dat. Ik denk dat je te gemakkelijk iets van haar slikt. Wat bedoelt je dan nu mee? Zie maar dat hij dat geld teruggeeft. Ja, hij moet het ook nog gedaan hebben, hè, Ingridke? Die heeft dat geld gestolen. Zet daar maar zeker van. Ja, schreeuw het maar van de daken, Felicien, dan is iedereen gelukkig. Heb jij niks beters te doen? Ik kan naar een drukker. Het is toch dat hij die affiches vandaag nog wil drukken. Dat zal met uw charme zeker geen probleem zijn, hè, schatke? Mm. Jij weet u er altijd goed uit te trekken, hè? Ja, dat weet ik nog zo zeker niet. Als die kerel dat wel gedaan heeft, dan sta ik er schoon op. Laat mij eens meedenken.
moet voor mij Rogerken ook altijd meedenken. Ja, ik ben nu Rogerken niet, Felicien. Ik kan zelfstandig denken. Als het van u afhangt, dan zal er veel gebeuren. Wat gaat u doen? Wel, Peter Jan opbellen. Moet u geen zorgen maken, jong. Gij hebt nog al de tijd van de wereld. Maar gebruik hem wel. Ik zou hetzelfde tegen u willen zeggen. Alleen heb jij minder tijd. Aha. Is het zo dat er hier gewerkt wordt? Zeg, wat is er feitelijk tussen jullie aan de hand? Voorzichtig. Zuster, ik heb zo'n hele droge mond. Is dat normaal? Nee, dat is niet normaal. Hij heeft ook nog geen seconde stilgestaan. Het is ermee dat hem zo droog staat. Je vermoeit u te veel. Zorgen, zuster. Zorgen, hè. Oh, ik heb zorgen, nou. Ik heb zorgen, nou. Kijk eens een glas water. Hè. Staat er in de kast, de fles. Als je iets nodig hebt, dan druk je maar op dit knopje. Oké? Ja. Wat heeft dat gastje nu allemaal wijsgemaakt? Dat is typisch. Wat? Ik had van u toch iets anders verwacht. Hoe bedoelde? Wat meer vertrouwen misschien, wat vriendelijkheid. Luc, ik weet... Was dat nu echt nodig? Luc, waar heb jij het in godsnaam over? De manier hoe dat je die Robben behandelt. Jij neemt die niet serieus. Allee, gastje, zeg je dat nu? Dat zeg je toch niet tegen zo'n gast? Onze Robbeke. Maar die kan wel tegen een stootje. Is toch Peggy haar vriend? Dat is waar, ja. Maar dat geeft hem nog altijd niet het recht om ons hier de les te komen spellen. Volgens mij is Peggy jou te wijs genoeg om te weten wat er goed is voor haar. Niet overdrijven, Luxke. Waarom wilde jij die twee jonge mensen per se uit elkaar halen? Ik wil die toch niet per se uit elkaar halen. Maar alleen als het over Peggy haar vriendjes gaat, kijk ik liever even de kat uit een boom. Waarom? Wel, na mijn ervaring met Benny ben ik niet zo direct bereid om er hier nog zo een in huis te halen. Wel, die Benny die ken ik niet. Maar Robben lijkt me niet direct iemand die problemen aantrekt. Allee. Het is goed, ik zal vriendelijker zijn. Maar op één voorwaarde. Ai, ai. Dat jij u niet komt moeien. Got it. Ik weet wel dat jij alleen maar het allerbeste voor hebt voor mijn dochter. Ons dochter. Ja. Maar ik zou niet willen dat je... Dat ik te hard van stapel loop, ja. Ja. Hoi. Die gaat binnen 5 minuutjes hier zijn. Oh, dat zal niet gemakkelijk zijn, zeg. Tja, want of hij zo rap zal bekennen, dat zal wat anders zijn. Felicien, als Peter Jan hier is, dan zou ik wel met hem alleen willen praten. Oh ja, als meneer Harry dat liever heeft. Verdomme, dat is rap. Dat kan hem nu toch nog niet zijn, hè? Ik kwam eens horen of dat Ingrid al iets meer wist. Ja, ze is er niet. Ze is aan de drukker. Oh. Ja, dat wacht ik wel even. Ik heb mijn gedachten wat verzetten. Ja, maar dat kan even duren, ze is pas vertrokken. En die affiches die kunnen nog niet onmiddellijk gedrukt worden. Zegt me een dag niet vandaag, zeg. Carlos. Heeft Marianne u gezien? Nee. Kom binnen.
hier zullen we waarschijnlijk niet gestoord worden. Ah, er zijn gelukkig regels die ze niet overtreedt. Oh, Marjan overtreedt geen regels. Ze maakt ze zelf. Ga zitten. En? Hoe gaan de zaken in Belize? Je bedoelt mijn hotelletje? Ja, ja. Niet slecht, niet slecht. Dat is een geruststelling. Marjan denkt zeker dat ik aan de grond zit. Ja, ja, dat denkt ze inderdaad. Oppotten is mijn stijl niet, maar ik boer niet slecht. Verkoopt u nog altijd van die indianenspulletjes? Dat zijn geen spulletjes, dat is kunst. Hoe doet je het toch? Overtuiging. Ja. Zolang ze maar niet te weten komen hoeveel jij ervoor betaald hebt. Ah. Zeg, Walter, ik zou ze eigenlijk van man tot man willen spreken. Ja. Ja, ja. Ik heb altijd al met een fiets gereden. Mijn Rogerke vond dat ik moest leren een auto rijden, maar ik heb dat altijd geweigerd. Uit principe. Hm. Want er zouden meer mensen zoals u moeten denken. Ik vind dat een heel goed idee, dat fietsenproject. Ah ja? Ja, 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 natuurlijk. Hoe meer fietsers, hoe meer vreugde. Dan zouden ze misschien eens een beetje meer respect hebben voor ons. Want die autobestuurders, hè, die denken maar dat de straat van hun alleen is. Hmm. Maar ik denk niet dat daar rapverandering zal komen. Zeg. Maar bon. Manna, sorry, ik heb een heel belangrijke afspraak. Proeven. Allee, goeiedag dan, hè. Allee, salut. Ja, tot ziens. Prinsin, jij verdwijnt in het atelier. Oh ja, ja, ja. Geen probleem. Ik moet daar toch nog het stof afdoen. Ja, maar nergens aankomen, hè. Hoe moet ik dan het stof afdoen? Blazen, Felicien, blazen. Ja. Hij komt ook dat een beetje dicht hier. Zo. Nee, dat moet niet. Oh, dat moet nee. Ik moet dat niet hebben. Kom, dat is allemaal te warm. Is met onze Luc. Alles onder controle bij Rosa? Die is goed bezig. Mm. Ik heb hem nog niet horen klagen. Dat zal niet zijn. Hij heeft werk en dan ook bij zijn oud lief. Die zullen niet horen klagen. Jij hebt ook niet te klagen, hè, gij? Oh ja, hier. Voordat ik het vergeet. Ik heb een stuk chocolat meegebracht, eerst. Ah, dat is goed. Ligt het aan, maar dat is volstrekt bij de televisie, bij de voetbal. Wat een leven. Zie maar dat de verpleegster het niet ziet. Zie, moet ik toch stilke zo op krachten komen? Maar met die rotkotje hier gaat dat niet lukken, denk ik. Het ziet er nogthans niet zo slecht uit. Dat weet ik, moe, dat weet ik. Maar je weet toch waarom ik hier blijf, hè? Mm-hmm. Oh, ja. Hoe lang denk jij dat nog vol te houden? Ja, zeg, ik mis u, hè? Als ik geen komedie zou spelen, hè, dan zouden we nog wel langer missen. Oh, Frank, alstublieft. Ik ben er zo al niet gerust in. Ik droom er nu al van. Jij in de bak en ik heel de dagen alleen thuis. Ja, ik weet goed genoeg wat ik doe. Simoneke, vergeet het. Ze zullen dat die rap doorhebben wat voor een comediant dat is. Precies onze vrouw. Die kon ook zo'n comedie spelen. Maar geen mens die daarin trapte. Moe, je kon mij toch niet vergelijken met onze vrouw, zeker? Oké, die kon ook liegen dat hem zwart zag. Mogen zou het zo zijn als moe. Mij geloven ze tenminste. Ah ja? Zijn jij er zo zeker van? Dat zijn hier intelligente mensen, hè? Simoneke, volgens mij moet jij die in ieder moment thuis verwachten. Je moet het niet geloven, want ik wil het gewoon niet. Gaat die Leontien daarin trappen, denkt jij? Zeg, zijn jullie hier nu gekomen alleen maar om te zagen, of wat? Ja, zij, we maken ons ongerust, hè, Frank. Wel, dat is voor niks nodig. En daarbij moet je niet gaan werken, het is toch uw eerste werkdag vandaag? Flauwe plezante. Kom aan, Simoneke, wij zijn ermee weg. Ja. Laat hem maar op zijn en alleen uitrazen. Ja, kom maar, kom. Dag, moe. Allee, baby, swanjeer u, hè? Ja. En merci voor de chocolade. Yep. Ga maar binnen. Ga zitten. Ik heb niet veel tijd, ik moet nog studeren. Dat is goed, dat is prima, hoor ik graag zeggen. Het zal niet lang duren. Wat is er zo dringend? Heb je al een jobje voor mij gevonden? Nee, dat nog niet. Dat is nog niet gelukt, maar ik doe mijn best. Ik blijf proberen. Hè. Wat is er dan? Het zit zo. Ziet u dat potje hier? Ja. Ik heb u hier met die oorbellen zien spelen. Ja, vindt Ingrid ze niet meer schoon? Jawel, 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 dat is niet, maar... We hebben een probleem. Het is niet ergens, hè, maar... Ik ben verplicht om het u te vragen. Vraag maar. Moet jij niets drinken? Nee, dank u. Ik wel.
Moet je echt niks hebben? Ik zou het dus graag weer terug goed maken tussen Marianne en mij. Zeker nu. Ja. Ja, natuurlijk. En als ik kan helpen. Met alle plezier. Ja. Dat is fantastisch. Een beetje hulp kan ik nu wel gebruiken. Hm? En hoe? Hoe gaan we dat het beste aanpakken? Want als Marianne van iemand niet wil weten, dan, met alle respect, Carlos, dan bent u het wel. Santé. Ja, santé. Ik kan het eigenlijk moeilijk geloven, Pieter-Jan. Daarom heb ik het ook zo moeilijk om het u te vragen. Ja, maar zeg, wat scheelt er nu eigenlijk? Ja, ik kan maar beter met de deur in huis vallen. Heb jij hier soms geld meegenomen? Heb ik helemaal niks gestolen? Just niks, Rijder, jij niks! Ik dacht dat ik op u kon rekenen en dat u mij ook vertrouwt. En nu beschuldigt u mij nog van diefstal. Ja, nee, ik beschuldig u helemaal niet van diefstal, Pieter-Jan. Nee? Nee. Ik dacht dat ik eindelijk een echte vriend had gevonden. Maar een echte vriend zou zoiets nooit denken, laat staan vragen. Ja, maar momentje, rustig, Pieter-Jan. Hé. Hey. Ho! Oh. Wat verdomme, hè? Je betaalt er een ziekenkast voor. Ze laten een mens nog liever creveren dan een poot uit te steken. Dan zouden ze weer zeggen te ziek zijn. Walter, bedankt. Dat is zeer lief dat je mij wilt helpen. Ah, normaalste zaak van de wereld. Niet iedereen denkt daar zo over, hè? Ja, maar... ik ben niet iedereen, hè. Zeg maar, niks zeggen nog... Nee. Mijn lippen zijn verzegeld. Ik sta onder eed. Dit is een medisch geheim. Bedankt. Carlos. Ik had in de schuif gestoken voor de veiligheid. Oh, stom, hè? Ja, stom, hè? Ik heb ondertussen Pieter-Jan beschuldigd van diefstal. Hoi. Ja. Ja, u zei hem. Hoe moet ik dat nu gaan goedmaken? De Jue, die trut is met mijn voeten aan het spelen. Als ze nu binnen de 2 minuten hier zijn, dan slur ik ze nog hier. Mm.